Hallo, lieve vrienden. Oh, hoe is het met jullie? Met mij gaat het wel lekker hoor. Wel ja, meid, kan mij het allemaal bommen. Het gaat allemaal prima. Maar wat zit er nou toch onder dat doosje? Ja, ja. Ja, dat is de vraag des levens. Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Ook dat is een vraag des levens. Overigens, ik krijg tegenwoordig mails. Wat leuk Jan, dat je een fictieve Marokkaanse vriend hebt bedacht. Achmetje die dingen opstuurt. Achmetje bestaat. En hij is geen fictieve vriend. En wel Marokkaans. Ja? Mooi! Laten we kieken. Pepsi. Gadverdamme. Als je mij kwaad wil maken in de horeca, en echt snel kwaad in de horeca ben ik niet, want daar schenken ze bier en dat geeft plezier. als je mij kwaad wil maken in de horeca, is dat ik met dorst binnenkom, wat ik altijd kom als ik de horeca binnenloop. En dat ik dan zeg, geef mij een Coca-Cola alsjeblieft. Dat is goed meneer, zegt ze dan. Dat is goed meneer. En dan komt zo'n type met een flesje Pepsi aanschijten. Dan ben je mij kwijt als klant. Hè? Want als ik namelijk aan jou vraag, goedendag, mag ik misschien een mooie champagne? Echt een mooie champagne. En je komt met een of andere scheidgoedkope Duitse bubbeltjes wijn aan kakken. Dan denk ik, ik voel me geflasht. Want daar vroeg ik niet om. Ik vroeg om een hoogwaardig product en jij geeft mij bagger. Als ik Coca-Cola vraag, dat betekent dat ik graag een Coca-Cola wens. Niet een Pepsi, want Pepsi is roeswater. Ja? Pepsi is niet te zuipen. En het maakt niet uit wat voor smaakjes ze eraan geven. Het is gewoon niet lekker. Het is een B-product. Waar Coca-Cola een A-product is, is Pepsi een smerig B-product. Ik drink het niet. Ik zal je sterker vertellen, als er dan iemand aan kon kakken met een Pepsi, als ik om Coca-Cola heb gevraagd, dan zeg ik, sorry, maar dat heb ik niet besteld. En dan zeggen ze, jawel, u heeft de cola besteld. Ik zeg, ja, ik zei een Coca-Cola. Dit is Pepsi-Cola. Heb ik niet besteld. Weg met die troep. Weg met die troep. Enfin, mooi verhaal. Ik heb hier Pepsi Max. Oh, dat is nog met smaakjes ook. Pepsi Max Lemon. Maximum Taste Zero Sugar. Pepsi Max Sherry. Maximum Taste Zero Sugar. Het is nog erger. Het is vlek op vlek. Het is gif met gif. Dus Pepsi is al verschrikkelijk. En een smaak erin. Ik kan wel huilen. Dr. Foods. Ijskoud serveren. Dr. Foods. Ik weet niet wat Dr. Foods is. Dr. Pepper. Die kennen we wel. Dat is ook geen Coca-Cola. Maar dat is ook een cola soort. Dan is Dr. Foods denk ik ook een cola soort. Weet ik veel. Ik heb nooit Dr. Foods gedronken. Dr. Pepper heb ik wel eens gedronken. Is, ja. Het is niet een nep Coca-Cola. Het is eigenlijk een ander soort product. Maar ook niet helemaal wat ik lekker vind. Ja, ik ben gewoon een conservatieve zeiker. Als ik ketchup gebruik, is het Heinz ketchup. Cola is Coca-Cola. En zo heb ik nog een paar van dat soort dingen. En dat is nou helemaal zo. Dat is nou helemaal zo. Curry ketchup is Hella ketchup. Niks anders. De rest hoef ik ook niet. Ja. Nee, hoe gaan we dit drinken? Ik begin wel met lemon, want dat is dan nog te doen. Dan de sherry, dat is verschrikkelijk. Dan de Dr. Pepper, want dat is een cola-achtige. En daarna de Dr. Foods. En de Dr. Foods, die zal toch ook wel van de Dr. Pepper familie afkomen? Of noemt gewoon iedereen zijn drankje iets met dokter? Weet ik veel. Goed, ik heb toch even onderzoek gedaan. De Dr. Pepper is van de Schweppes Orangina fabriek. En de Dr. Roots is van Bavaria, uit Nederland, van bier. Ik snap er even geen moe van. En Pepsi, die is van Pepsi. Pepsi Lemon. Ja. Yeah. De lemon proef je nauwelijks. Nee, je proeft het wel een beetje. Er zit een beetje een zuurige nasmaak aan. Dat is dan de lemon. De cola is niet lekker. Dat is van Pepsi. Dat smaakt ook niet echt lekker. En dan als je denkt, getverdemme Pepsi.
Dan komt er nog een soort klap in je nek extra bij met een hele zurige nasmaak. Alsof je tong tegen een batterij aanlegt. Gadverdamme, wat een verdrietig product, zeg. Ik kom niet eens in de buurt van lekker. Het is gewoon heel vies. Pepsi Max Cherry, ook wel kersen genoemd. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar ik vind Coca-Cola Cherry al niet echt lekker. Cherry Coke. Dus dit zou gewoon... Ja, dit is gewoon ook weer niet lekker. Maar goed, je moet het altijd eerst proberen, zeg mijn moeder altijd. Want als je het niet proeft, kun je niet weten hoe het smaakt. Ook weer waar. Misschien is mijn neus helemaal kapot door de corona, maar ik ruik niet zo heel veel. Nou, ik proef wel heel veel. En ik zou je wat vertellen, wat ik van de Pepsi ook vind. Er zit weinig prik in. Er zit veel minder prik in dan Coca-Cola. Dus het is een slechte cola met weinig prik. En hier zit dan zo'n hele chemische, bittere butsmaak van een kersen in. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft dezelfde kersensmaak als de Cherry Coke. Alleen de Coke is minder oké. Maar dat, die kersensmaak wat ook in de Cherry Coke zit, dat is een hele bittere, krampachtige smaak. Ik snap niet dat mensen dat lekker vinden. Ik snap sowieso niet dat mensen Pepsi drinken, maar dan nog met de smaak erbij. Het maakt het gewoon niet beter. Het maakt het gewoon niet beter. Ik had het gewoon niet gedaan. Maar ja, goed, ik had ook nooit Pepsi gemaakt. Want ik had gezegd, ja jongens, Coca-Cola bestaat al. Dan hoeven wij het niet te doen hoor. Laten we iets anders verzinnen. Had ik gedaan. Maar ja, hoe am I? Jan Roos. Dan gaan we over naar Dr. Pepper. Heb ik een hekel aan Dr. Pepper? Nee. Want ik vind dat Dr. Pepper niet heel erg zijn best heeft gedaan om Coca-Cola heel erg te kopiëren. Dr. Pepper is toch een beetje een product wat op zichzelf staat? Ja. Ruik ik anders. Smaakt ook anders. Dit smaakt gewoon niet naar Coca-Cola. Dit komt niet eens in de buurt van Coca-Cola. Is het lekker, Jan? Nee. Is het dan heel erg vies? Nee. Dat is dit. Dr. Pepper is niet heel erg vies. Eigenlijk heeft het geen ene rete moer met Coca-Cola te maken. Er zit wel cafeïne in. Er zitten ook allemaal plantjes en kruidjes in wat hier ook in zit. Maar het heeft een eigen smaak. En... die eigen smaak vind ik niet vies hoor. Dr. Pepper is geen vies product. Maar is het iets wat ik zou bestellen? Nee, want als ik dan behoefte heb aan cola, dan bestel ik Coca-Cola. En ik heb eigenlijk nooit zo heel vaak behoefte aan andere frisdranken. En ik vind de smaak hiervan een beetje, ja, een beetje truttig. Het komt een beetje in de buurt van een moeilijke thee. Dat je moeilijke thee, een beetje moeilijke thee. Het is eigenlijk een soort meer, het is meer een soort iced tea. Dan dat het met Coca-Cola in de buurt komt. Of überhaupt cola in de buurt komt. Het is eigenlijk gewoon een beetje een moeilijke thee. Ja. En heb ik iets tegen thee? Nee, zeker niet. Ik drink s'avonds wel eens een kopje thee voor slaap gaan. Met een koekje. Dat is niet helemaal waar, want ik eet geen koek. Het is meer bloemerig. Het is meer kruidig. Het is meer plantextract. Ja. Het is niet, ik word er niet warm van. Nou, dan wordt het helemaal niet geloven, want die ken ik, die ken ik, die ken ik en deze ken ik niet. De Dr. Foods van Bavaria. Weet ik veel wat is, misschien is het wel bier, misschien heeft het, komt het niet eens in de buurt van Coca-Cola. Cola. Nee. Cola. Dit komt wel weer in de buurt van cola. Dit is eigenlijk een soort combinatie van Dr. Pepper en Pepsi. Want er zit een echt specifieke cola smaak aan. Maar er zit ook heel veel kruidjes en andere troepjes in. Wat meer dan weer naar de Dr. Pepper gaat. Is Dr. Foods lekker? Nou, ik vind het helemaal niet zo heel vies. Nee, ik vind Dr. Foods niet vies. Het is een beetje een kruidige... cola, met meer smaak, het licht een beetje naar de kauwgomballen toe. Ja, niet zo heel vies hoor. Tijd voor de cijfertjes, die worden natuurlijk verschrikkelijk voor Pepsi. Ik heb gewoon een hekel aan het merk, ja. Ik heb er gewoon een hekel aan.
Dat wordt gewoon, het wordt gewoon niks tussen mij en Pepsi. En dan kan je zeggen, ja, maar hallo, waar blijft je neutraliteit en je onafhankelijkheid als reviewmaker? Die heb ik helemaal niet. Want ik heb nergens geschreven dat ik merken waar ik de pest van heb, dat ik ze toch een goed cijfer moet geven. Ja? Dus, ik maak hier mijn eigen regels, ja? Mooi. De Pepsi Max Lemon, die krijgt van mij een 3. Waarom? Pepsi is niet te zuipen. En als je de pot verdikken dan toch lemon in pleurt, zorg dan dat hij daarna naar een einde van haar smaakt. Dat is toch niet te geloven? Wat een bende zeg. De Pepsi Cherry, die scoort niet heel veel beter. Waarom? Pepsi, waardeloos product. En de Cherry, dat is gewoon niet te nakken tikken. Maar dat is zelfs niet te nakken tikken van de Coca-Cola, the real thing. Want het heeft een hele bittere butsmaak. Het komt een beetje in de buurt van gal. Ken je dat? Als je dan hebt overgegeven dat je lijf denkt, nou nog één keer, we doen het nog één keer. Dat je, en dan heel diep uit je lijfje komt zo'n straaltje en gal komt er naar binnen lopen. Nou, daar smaakt dus die sherry cola naar. Is niet lekker jongens. Is ook gewoon waardeloos, krijg van mij een 4. Dr. Pepper is een leuk product. Heeft eigenlijk niet zo heel veel met cola te maken, terwijl ze er wel een beetje zo op de markt zitten. Het is heel kruidig. Het is niet vies. Het is ook niet echt heel erg lekker, krijg van mij een sessie. De Dr. Foods. Is een rare. Nog nooit van gehoord. Probeert ze ook een beetje in de cola strijd te werpen. Gaat helemaal niet lukken. Want ja, komt niet in de buurt van het echte spul. Alleen, die heeft wel een vleugje van Dr. Pepper van veel kruidjes. Gecombineerd met cola. En dat maakt hem eigenlijk best wel lekker. Ik vind hem niet heel vies. Er zit ook een heel klein beetje. Een beetje kauwballen smaak in. Die krijgt van mij gewoon een 7'tje hoor. Beetje vanille proef ik zelfs. Best leuk, leuk. Nou, in ieder geval, ik heb het gehad. Ik ga dit door de play spoelen en dit ook. Want, het is niet echt mijn ding. Nou, ja. Doei!